waar u ook bent. Ter land, ter zee of in de lucht. Ik kan u alvast meedelen dat het prima weertje is voor een stevige pot voetbal vanavond. Mijn naam is Siert de Vos en samen met Jeroen Guter voorzie ik deze wedstrijd van commentaar. En zo dadelijk gaan we kijken naar een competitiewedstrijd. Een duel dat je niet wilt missen, hè Jeroen? Het is me genoeg gesierd. En weet je, op het doel. Hij gaat tegen de lamp. Je merci, Bocani. Kan Antwerp hier profiteren van die ruimte op de vleugel? Je merci, Bocani. En de bal gaat naar de tegenstander. Alle ruimte op de flank. Een schot voor de voorsprong. Hij grijpt daar formidabel in en zet een streep door die aanval. Vrije trap voor Antwerpen. De scheidsrechter is hem genadig en laat het bij een waarschuwing. Oppassen hoor, want dit soort acties, dat is vragen om een kaart. Dieu merci, Bocani. Pieter Gerkens. Faris Haroun. Refaelov. Beerschot Wilrijk is altijd de rivaal geweest van Antwerpen. Al vanaf 1900. Toen een aantal leden wegliep naar Beerschot. Ja, en het zat Antwerpen ook altijd dwars dat Beerschot juist in 1922 de eerste club uit Antwerpen was die landskampioen werd. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. En hij schiet! En die zit goal! En zo is de thuisploeg die hier als eerste tot scoren komt in deze geweldige wedstrijd. Een speciale wedstrijd, hè? En die supporters hier, oh, kijk eens blij zijn. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde kouter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. De score is geopend. Het is 1-0. Faris Haroun. Dieu merci, Bocani. Refaelov. Is een kans opleveren. Goede kans. Daar voorkomt die narigheid. Slordig. De balbezit. Hij rukt op richting tegenstander. Ja, kans. Een hele belangrijke verdedigende actie. De speler in balbezit onder druk gezet. Dieu merci, Bocani. Ze komen aan de bal. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Vrije trap. Eens kijken of ze hem direct op doel gaan schieten. Schiet hij op doel. Die houdt hij makkelijk tegen. Pieter Gerkens. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval voeren. Doelman had hem. Bal blijft binnen. Ja, zo'n bal volley nemen is natuurlijk niet gemakkelijk. Ja, dat zie je ook hier weer. Ja, het is een kwestie van techniek, timing en uiteindelijk ook geluk.
Richie de Laat. Bal naar de doelman. Ze mogen een inworp nemen. En hij komt eruit met de bal. Pegelen maar. Uitstekend gedaan, keepertje. Oog in oog met die aanvaller. Maar hij pakt de bal. Ja, en daarmee behoedt hij zijn ploeg voor een nederlaag. Cruciale redding. Antwerp met de bal. Dieu merci, Bocani. Ze gaan in alle rust op zoek naar de gelijkmaker hier. Lior Refaelov. Nou, gooi deze man weg. Een hard schot, maar toch niet goed geraakt. Hij gaat echt totaal de verkeerde kant op. Kijk, dit zijn nog eens verhelderende cijfers. Dit bewijst nog maar eens hoeveel moeite ze vandaag hebben om de verdediging te omspelen en om de doelman te testen. Ze kunnen wel wat meer aanvallende impulsen geven. Hij werkt hem weg. Refaelov. Ruimte voor de counter. Speelt hem hoog naar die speler. Legt hem terug. Schiet! Ja, het zou een hoek lukken natuurlijk nog. Nee, leg dan die bal terug of zo. Dit heeft geen enkele zin zoals je ziet. En de bal niet meer aan de voeten. Refaelov. Nog steeds aan de bal hier. De keeper pakt hem met alle gemak. Goed geanticipeerd op die paas. Ze zit ertussen. Voorzet kan vanaf de flank. Balbezit verloren. Zeeën van ruimte voor zich. We gaan rusten bij de stand van 1-0. Hij heeft nog niet echt een stempel op deze wedstrijd kunnen drukken qua offensieve daadkracht. Ja, een aanvaller hoeft natuurlijk niet altijd de bal te hebben. Maar tot nu toe heeft hij wel heel weinig bijgedragen aan het spel. En bij deze achterstand zouden we best wel wat meer van hem mogen verwachten. Dat was de aftrap van Antwerpen. Het tweede bedrijf is begonnen. Bal weggegeven. Dit begint op een aanval te lijken. Trekker overgehaald. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekkerder voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Refaelov. Pieter Gerkens. Lior Refaelov. De doelman kan de bal gewoon laten gaan.
probeert te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Komt steeds iets verder. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Nou, dit moet je maar durven. Ze kunnen snel uitbreken nu. Komt er een doelpunt aan? Nog steeds gevaarlijk. Doelman had hem. Bal blijft binnen. Een enorme redding. Was dat. En een mooie kans op de score, hoor. Daarna in eerste instantie weet hij de bal niet klem vast te pakken. Hè? Maar nu heeft de keeper de bal er toch. Refaelov. Hij is gretig en pakt de bal af. Oh, wat een kans. Alsnog een gevaarlijk moment. Ratatatatatatata, die gaat er uitstekend in. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. En vervolgens is de keeper zo goed als kansloos. 2-1, geen enkele hulp van zijn ploeggenoten. En ja, dan is het eenvoudig afronden natuurlijk. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Bal naar de tegenstander. Wacht even, Jeroen, er staat een speler klaar om erin te komen. Ja, inderdaad, dat is een verse kracht die in gaat vallen. Dieu merci, Bocani. Gaat dit wat worden? Bal wordt teruggelegd. Bal weer kwijt. De keeper wordt onder druk gezet. Ik denk dat zijn coach hier de zenuwen van krijgt. De doelman loopt nu wel een heel eind met die bal. Wat doet hij nu? Ik heb een blackout. Nee, hij heeft een blackout. Gewoon ingeleverd die bal. Niet meer in balbezit na die ingreep. Bal gaat buiten. Inworp. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Met die passes van hem is vandaag niets mis. Wat gaat hij nu doen? Het ziet er veelbelovend uit. Het schot gaat ruim naast. Volgende keer beter mikken. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Hij pakt de bal en begint aan uit. Leek veilig, maar toch de kans. Hij grijpt daar formidabel in en zet een streep door die aanval. Er wordt een vrije trap voor Antwerpen. Er wordt een speler vervangen. Hij springt op om de sluiting te ontwijken. Dieu merci, Bocani. Antwerp start een offensief. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. Vervolgt zijn weg naar het doel. Wow, hij levert hem zo in bij de tegenstander. Slecht gespeeld. Dieu merci, Bocani. Sterk verdedigd op de eigen helft. Met die tackle. Buitenspel. Te vroeg vertrokken. De afstemming is net niet optimaal. Hij had die paas iets eerder verwacht.
coach lijkt te gaan wisselen. Bal verloren. We gaan zo de wedstrijd beëindigen en eigenlijk heeft één team de wedstrijd bepaald. En daar is de verdediger even helemaal de weg kwijt. Ja, nu kan er een counter komen. Is alweer even aan de bal. Komt hij tot een schot? Wat is... De doelman verdedigt zijn doel. Ja, daar is hij voor, hè. Ze mogen een hoekschop nemen. Komt die? Goed verdedigd, dat schot. Ah, dat is toch genieten van zijn passes vandaag. Dieu merci, Bocani. Kan er hier voor gevaar zorgen? Ja, deze speler heeft een kalmeringsmiddel nodig, hoor. Een waanzinnig schot van zo dichtbij. Van die afstand, dat is toch helemaal nergens voor nodig? Al vroeg onderschept die bal. Haroun. Nog steeds op weg naar het doel. Hij schiet de bal ruim naast het doel. Bal weer verloren. 3 minuten extra. Redding. Bal nog binnen de lijn. En start die brommer maar. Afgelopen. Ze winnen de derby voor eigen publiek. Ze waren dominant, ze waren overtuigend, ze waren echt de baas op het veld. Derbies zijn normaal gesproken heel spannend, maar vandaag is het vanaf het begin al.